Ik sta even stil bij wat we op ICT-tools zien die ze al bewezen hebben. En zeker ook een paar nieuwe. Marijn Sils, er is ook een nieuwe rol voor de docent, nieuwe rol voor de school. En daarvoor heb je met ICT enorm veel mogelijkheden om dat te doen. Ik geloof er zelf ook heel erg in. En mijn vraag aan u is eigenlijk, kunt u de meneer opzoeken die bij de eetkraampje staat met een witte jas aan? Moet u even een rondje maken. Kijk, en als u nou de bril daar houdt en dan even naar mijn iPad kijkt. Ja, maar ik zie het aan bij de eetkraampjes. Ja, die, als u een rondje maakt, komt u meteen. Voor de eetkraampje staat hij. Heeft u hem gevonden? Bij andere locaties werken. Zal er nog eentje starten? Ja. Is die langste? Dit is wel iets als docent. Terwijl u op dezelfde plek staat, bent u wel erg anders. Is dat heel grappig? Dat is de kop in van de boete. Dan lijkt me leuk om. En we hebben dit gemaakt voor de volgers. Kijk, de meester Gijs die dat gebruikt. En dan hebben en dat is dit. Ja, dat zie je hoe het werkt. Dus eigenlijk een klaslokaal op afstand. Dus de kinderen zitten thuis en de leraar zit op school. Bijvoorbeeld kinderen die psychische klachten hebben, die liever niet met land. Dan zegt hij, dit is goed. En dan is het, oké, helaas, je moet een nieuwe vraag beantwoorden. En zo kunnen leerlingen... Hoe grappig is dit? En leerlingen kunnen zelf intypen welke vak ze willen oefenen. Ja. En leraren vullen de vragen in. Ja, dus nu ga ik maar even expres fout doen. Ja. Dat we het even gecorrigeerd. Dat niet iedereen deed. Zijn Engels is niet goed. Maar dan, als je dit...